Welkom op de vertelwandeling die toch wel een smakelijke titel meekreeg: Jatten en Taloren. En dat is omdat we eens willen blijven stilstaan bij wat dat er allemaal zo op onze taloor ligt en waar dat allemaal vandaan komt. Het is een heel dankbaar thema, precies omdat heel veel van de dingen die wij vandaag als vanzelfsprekend normaal eten beschouwen, dat eigenlijk toch wel uit verre streken komt en dikwijls een lange weg heeft afgelegd om tot bij ons te geraken. Hier staat, voor mij persoonlijk althans, het schoonste en het smakelijkste gevelje van de hele wijk. Dat van de Vlaai-natie. Nu, in mijn verbeelding is de Vlaai-natie een bedrijf dat niks anders doet dan binnenschepen naar Limburg varen, vol te stouwen met vlaaien en door heel het land te brengen voor straks bij uw zondagse koffie. Maar helaas, ik zal het zelf allemaal toegeven, dat is niet waar. Dat is niet waar. Die kreeg haar naam, de firma, alleen maar van haar stichter Henri Vlaai in 1845. Vertellen is eigenlijk een hobby van mij, maar een beetje uit de hand gelopen hobby. Want ik graaf heel graag in die oude verhalen. En zo kom je altijd tot weer iets nieuws en iets onverwachts. En het is plezierig als je al die oude anekdotes terug kan tot leven wekken eigenlijk. Want daar zitten wel heel wat grappige en onverwachte dingen tussen. Ontdek in mei en juni elke zondag de geschiedenis van het eilandje tijdens de vertelwandeling Jatten en Taloren. Voor info en inschrijvingen ga naar antwerpen.be.